Hoofdstuk 10: Ioniserende straling, paragraaf 4: Straling en materie. Radioactieve bronnen worden in Nederland voor verschillende doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld om eten te bestralen zodat het minder snel bederft. Of in medische beeldvorming of bij medische behandelingen. Ook in de kerncentrale in Borselen worden veel radioactieve bronnen gebruikt. Op een gegeven moment zijn die bronnen voor een deel uitgestraald en niet meer bruikbaar. Het wordt dan afval. In Nederland wordt dat afval opgeslagen bij COVRA in Zeeland. COVRA staat voor Centrale Opslag voor Radioactief Afval. En het, dat afval straalt nog steeds, dus het is nog steeds gevaarlijk. Het moet dus goed verpakt worden. En dat wordt gedaan door het afval in oliedrums te stoppen, die oliedrums te pletten en dan in beton te gieten. En zo wordt het opgestapeld en opgeslagen. Nou, in deze les leg ik uit hoe dat, uh, hoe dat afschermen werkt en uh, hoeveel materiaal je dus dan eigenlijk nodig hebt om. De straling voldoende af te schermen. Die absorptie van straling heeft ook te maken met het maken van bijvoorbeeld röntgenfoto's. Want dankzij een verschillende absorptie door uh, verschillende dikte bot in je lichaam, ontstaat er een foto zoals hier, waarbij er contrast is en je botten kunt herkennen. Ik herhaal eerst nog even wat over dracht en doordringend vermogen. Dat hebben we nodig voor deze les. En een, dan een korte demonstratie over de absorptie van fotonen. Daarmee leg ik uit uh, wat het begrip halveringsdikte betekent en welke formule daarbij hoort. En dan zijn er twee voorbeeldopgaves. Uh, de eerste over de verzwakking van röntgenstraling. En de tweede uh, waarmee je berekent uh, hoe dik het materiaal moet zijn om uh, gamma of röntgenstraling voldoende af te zwakken. Oké, okay, hoe zat het ook weer met dracht en doordringend vermogen? Dit plaatje heb ik in de eerste video laten zien. Je ziet daar dat alfa- en beta-deeltjes uh, die worden op een gegeven moment gestopt, ze verliezen een Bepaalde hoeveelheid energie per centimeter stof. En op een gegeven moment is al hun energie op en staan ze stil. Verder komen ze niet. Nou, bij röntgen- en gammastraling werkt het heel anders. Dat, uh, die straling bestaat uit fotonen en fotonen zijn ongeladen. Dus als ze door stof gaan, dan uh, gebeurt er eigenlijk helemaal niets, totdat er ineens een interactie plaatsvindt. En er zijn drie manieren waarop een Interactie kan plaatsvinden, die ga ik niet uitleggen, dat wordt ingewikkeld. Maar een van die manieren ben je al tegengekomen en dat is het fotoelektrisch effect. Daarbij is er een interactie waarbij het foton verdwijnt. Er vindt een ionisatie plaats, maar dat foton is dus weg. Dus dit moet je onthouden dat als fotonen door stof gaan, door materie, dan gaan ze gewoon onveranderd rechtdoor, totdat ze ineens worden geabsorbeerd en dan is dat ene foton weg. Er is dus per foton een bepaalde kans om geabsorbeerd te worden. Nou, dat wil ik graag demonstreren met een, uh, demo een demonstratie met uh, licht, met laserlicht. En uh, daarmee kunnen we begrijpen ook wat er gebeurt met bijvoorbeeld gamma- en röntgenfotonen. Ik heb deze vaas gevuld met water en op een wit papiertje gezet. Nu druppel ik er wat blauwe inkt in, uit een vulpen. Een heel mooi gezicht hoe die inkt zich langzaam verspreidt door het water. Die inkt is blauw, dat betekent dat de inkt alle kleuren absorbeert behalve blauw. En omdat er niet heel veel inkt is ten opzichte van de hoeveelheid water, kun je nog een beetje door dat water heen kijken. Vervolgens ga ik daar uh, straks met een, een rode laser doorheen schijnen en dat zal ik van boven fotograferen. Eerst uh, zie je van boven de vaas gevuld met de blau het blauwe water en je ziet. Onderop het witte papiertje liggen. Daar heb ik een klein cirkeltje getekend. Dat schijnt er nog net doorheen. Vervolgens schijn ik daar met een rode laser op. Dat rode laserlicht gaat nu van boven naar het witte papiertje, verstrooid en gaat weer omhoog. Nou, wat nou belangrijk is om te zien, is dat het uh, nog steeds rood licht is. Dus dat water heeft een bepaalde dikte, absorbeert een deel van het rode licht. En dat licht wat terugkomt is nog steeds rood, alleen het is minder fel. Dat is heel moeilijk om te zien. Ik heb nu ook uh, al het water eruit gehaald en nog een keer een foto gemaakt. Uh, het is moeilijk om te zien, maar het is wat feller. Het ziet er wat feller uit nu, zonder de, uh, het blauw getinte water erin. Nou, we hebben dus gezien in die demo dat uh, dat water absorbeert die fotonen, maar de fotonen die er doorheen komen zijn nog steeds rood. Dus hun energie verandert niet. Nou, dat kun je uitdrukken in een grafiek. Als je dat precies zou meten, dan krijg je een, een diagram als deze. Horizontaal de dikte van het materiaal waardoor die fotonen heen gaan. En verticaal de intensiteit van de straling na een bepaalde dikte van het materiaal. Nou, stel je nou voor dat het materiaal een dikte 0 heeft. Dan heb je een intensiteit van 100% per definitie. Nou blijkt het zo te zijn dat na een bepaalde dikte de helft is geabsorbeerd. Dat is d en half wordt dat genoemd. Dat is de halveringsdikte. Dus die dikte van het materiaal heb je nodig om de helft van de fotonen te absorberen. Als je nou nog zo'n stukje materiaal plaatst van dezelfde dikte, dan die, uh, absorbeert dat materiaal ook weer de helft. Dus dan hou je nog maar 25% over. Nu heb je twee keer de uh, halveringsdikte. Dus je materiaal heeft een dikte van twee keer de halveringsdikte. Als je nou nog een keer zo'n stuk materiaal plaatst van de halveringsdikte, dan hou je daar weer de helft van over en dan krijg je deze grafiek. Dat is een exponentieel verband en wat blijkt dus na elke dikte d en half, die halveringsdikte, halveert de intensiteit. In de formule kun je dat weergeven als volgt, uh, waarbij de I0 de intensiteit is zonder afscherming, bijvoorbeeld 100 En dan doe je dat keer een half tot de macht d gedeeld door die halveringsdikte. Die macht geeft eigenlijk aan uh, hoe vaak de straling verzwakt wordt. En die ID is de intensiteit na afscherming door het materiaal met een dikte d. Wat nou belangrijk is, en dat heb ik ook in de demo laten zien, is dat de energie per foton gelijk blijft. In die demonstratie hebben die fotonen van het rode laserlicht nog steeds de kleur rood. Dus uh, wat halveert er? De intensiteit, of het aantal fotonen. Die halveringsdikte hangt af van de energie en het soort materiaal. Dat kun je vinden in Binus-tabel 28f. Die ziet er zo uit. En er zijn een paar dingen waar je op moet letten in deze tabel. Ten eerste, de halveringsdikte wordt hier gegeven in centimeter. Meestal is alles in meters, uh, dat is de SI-eenheid voor lengte, maar hier dus in centimeter, let erop. Ten tweede wordt de energie van de fotonen gegeven in mega-elektronvolt. Nou, stel je voor je hebt fotonen met een energie van 1 mega elektronvolt, Dan kijk je in deze kolom en stel, ze gaan door water. Dan betekent dat dat 50% van de fotonen met een energie van 1 mega elektronvolt na 9,8 cm water zijn geabsorbeerd. Dus 50% komt er doorheen en 50% is geabsorbeerd. Dit plaatje heb ik in de vorige les laten zien. Dat uh, legt uit hoe een filter. De uh, röntgenstraling absorbeert, die uh, straling die niet nuttig is voor de beeldvorming. En nu weet je ook voldoende om te begrijpen hoe dit werkt. Ik pak weer die Pina's-tabel erbij. Stel dat het filter van aluminium is gemaakt, dan zie je hier dat hoe hoger de energie, dat gaat naar rechts dus, hoe meer materiaal je nodig hebt om 50% van de fotonen te absorberen. Maar die filter die bestaat uit een bepaalde dikte, een bepaalde vaste dikte. Als de energie groter wordt, heb je eenzelfde dikte van het materiaal, die absorbeert dan minder fotonen. He, dus je ziet in de tabel hoe meer energie, hoe meer materiaal je nodig hebt om de helft te absorberen. Dus hoe minder materiaal je hebt bij die hogere energie, hoe minder fotonen worden geabsorbeerd. En dat zie je precies terug in deze grafiek. Want je ziet dat bij lage energie wordt vrijwel alles geabsorbeerd. En als de energie hoger wordt, dan wordt er steeds minder geabsorbeerd. Dan volgen er nu twee voorbeeldopgaves. De eerste gaat over de verzwakking van rundgestraling. Röntgenstraling komt op een aluminiumfilter terecht met een dikte van 10 mm. De fotonen hebben een energie van 50 elektronvolt. Bereken met hoeveel procent de rundgestraling is afgenomen. Schrijf eerst de gegevens op. De dikte is 10 mm. Reken dat op naar centimeter, want in Binas staat de halveringsdikte ook in centimeter. De energie van de fotonen is 50 kiloelectronvolt. reken dat dan naar elektronvolt, want ook dat is de maat in binas. En de beginintensiteit is 100%. De formule die je gebruikt is deze die ik jullie net heb laten zien. Zoek eerst de halveringsdikte op in binas. De energie is dus 0,05 megaelektronvolt en het is aluminium, dus de halveringsdikte is 0,70 centimeter. Nu is de kwestie van invullen. 100% keer een half tot de macht 1,0 centimeter, dat is de dikte van het materiaal. Gedeeld door die halveringsdikte die we net hebben opgezocht, 0,70. En dan kom je op 37%. Nu zou je kunnen denken dat je klaar bent, maar kijk nog eens even naar de vraag. Je moet berekenen hoeveel de röntgenstaling is afgenomen. En dit is de uh, intensiteit die overblijft. Dus de afname is 100 min 37. Is 63%. Voorbeeldopgave 2: Benodigde dikte. Een bundel gammastraling met een fotonenergie van 2 mega moet worden afgeschermd met een laag beton. Er mag nog slechts 1% van de straling door het beton komen. Bereken hoe dik het beton moet zijn. Zie je dat dit een omgekeerde berekening is? Eerder was de intensiteit nodig uh, om te berekenen. Nu hebben we de intensiteit in feite, maar moeten we de dikte van het materiaal berekenen. Schrijven we eerst de gegevens op. De energie is 2 mega dat is al met de goede eenheid. En de intensiteit aan het begin is 100%. En dat moet worden 1%. De formule is dezelfde als daarnet. Zoek eerst de halveringsdikte op in Binas. 2 mega en beton, dus de halveringsdikte is 6,6 centimeter. Vul nu de gegevens in de formule in. Nu hebben we een probleem. Die d staat in een macht en die moet naar beneden komen. Daarvoor kun je gebruik maken van de volgende wiskundige formule. Die staat ook in Bina's bij de wiskundige formules. De logaritme van u tot de macht v is gelijk aan v keer de logaritme van u. Dus die v komt naar voren als je de logaritme neemt. Nu kan dit alleen maar als er staat iets tot de macht iets anders. Maar de vergelijking die we hier hebben is 100 keer zo'n exponent. Dus je moet eerst delen door 100. Dat doe je links en rechts. Nu kun je de logaritme nemen, links en rechts. En nu herken je, hoop ik, aan de rechterkant de u tot de macht v. En de logaritme daaruit zorgt ervoor dat die macht d gedeeld door 6,6 naar voren komt. Ik heb de 1 gedeeld door 2 hier even geschreven als 0,5. Dat is wat compacter. En nu is er een vergelijking met delen en vermenigvuldigen die je op zou moeten kunnen lossen. Werk de d naar links en de rest naar rechts. Dit vul je in je rekenmachine in en dan kom je op 44 centimeter. Waarom centimeter? Omdat de halveringsdikte gegeven was in centimeters. Een samenvatting. Fotonen, zoals röntgen en gammafotonen, hebben een bepaalde kans geabsorbeerd te worden als ze door een stof gaan. Na een bepaalde dikte d, in half is de helft van de fotonen geabsorbeerd. Deze dikte wordt de halveringsdikte genoemd. Voor de intensiteit van de straling naar een dikte d van het materiaal geldt de intensiteit die overblijft, I, d, is gelijk aan de beginintensiteit keer een half tot de macht d, de dikte van het materiaal, gedeeld door d een half, de halveringsdikte. De halveringsdikte hangt af van de fotonenergie en het materiaal. Dat vind je in Binas tabel 28f. En er geldt dat hoe hoger de fotonenergie en hoe lager de materiaaldichtheid, des te groter de halveringsdikte is. Dit was de vierde les over straling en materie en halveringsdikte.